Nou, ik ben Agnes, ik ben 35 jaar. Ik woon in Gasten Nijveen. En jullie zijn hier omdat wij een hartstikke mooie, nieuwe, bijzondere stal hebben gebouwd. Met in onze ogen heel veel noviteiten. Het is een zogenaamde 040 stal geworden. Twee voergangen aan de buitenkant, twee rijen dubbele boksen in het midden. Puur om te zorgen dat je, als je aan de buitenkant loopt, dat je in ieder geval goed overzicht op de koeien houdt. Verder hebben we op de kop drie robots gezet. Met z'n allen in dezelfde lijn, om te zorgen dat de koeien altijd op dezelfde manier de robot indraaien. Zou er dan ooit een keer een robot uitvallen, dan weten ze in ieder geval altijd dat ze, nou, dan hebben ze in ieder geval geen voorkeur aan de box. Met de melkrobot heb je wel een stukje de rust, reinheid en regelmaat voor de koe. Iedere koe kan zijn eigen dagindeling krijgen. Het is voornamelijk om de koeien toch gewoon in een eigen ritme te krijgen. Om te zorgen dat die gewoon als ze gemolken willen worden en moeten worden, dat dat gewoon doorgaat. Maar gewoon een stukje continuïteit voor de koeien zelf. Ja, heb ik het vertrouwen tegenwoordig echt al in de robot dat die zo goed is. Dat wel gewoon een plus gaat bieden voor mij. We hebben wel nog gekozen voor een extra krachtvoerbox. In het begin hebben we hem waarschijnlijk nog niet nodig, zolang de robot gewoon op ondercapaciteit draait. Maar zodra dat er toch meer koeien bij komen, dan is het wel makkelijk om net die koeien die extra kilo brok bij nodig hebben, om die in ieder geval wel bij te kunnen geven. We hebben een luchtwasser in de stal. Je hebt een heel constant klimaat in de stal en heel je stikstofkringloop binnen je bedrijf kun je handhaven, omdat het spuiwater van de luchtwasser kun je weer als kunstmestvervanger op je land uit gaan rijden. Wij hebben ervoor gekozen om met glas aan de slag te gaan. Puur om heel veel zicht en licht in de stal te krijgen. Verder hebben we een hele brede lichtkoepel van 7 meter breed boven in een nok zitten. Onze nok die moest dicht worden vanwege ook weer de luchtwasser. Er zit een zonnefilter in, dus je krijgt wel de lichtinstraling, maar niet de UV-straling die naar binnen komt. Nou ja, dan moet je natuurlijk nog boksen erbij gaan bedenken. Wij hebben voor de glasfiberbox gekozen. Je hebt twee staven. De bovenstaaf die is iets stugger als de onderstaaf. Dus die bovenstaaf die geleidt de koe om recht in de box te gaan liggen. De onderstaaf die kan nog iets meer veren als de bovenkant. En die zorgt juist als de koe neervalt of juist in de benen komt, dat die dan net de ruimte aan de koe geeft om geen beschadigingen aan het lichaam te krijgen. En tegenwoordig is iedereen heel druk met een gekarterde schofboombuis die er bovenop komt. Dat vond ik wel een mooi plaatje, dus die is er ook op gekomen. En we hebben expres niet voor diepstrooiselboxen gekozen. Voor de koe is het in mijn ogen wel hartstikke mooi. Maar ik moet zelf nog een aantal jaren ermee werken. En we hebben nu een hele mooie rubber matras. Er zit 4 centimeter. Ja, we zitten erin. Een soort matras zit erin met een rubberen toplaag eroverheen. Nou ja, die is in mijn ogen voor de koe net zo goed dan de diepstrooisel. Ik denk dat er 100 koeien nou dadelijk erin komen. En er is ruimte voor 150. Dus wat dat betreft krijgen ze een stuk meer rust. Er is veel meer drinkwatervoorziening voor ze. Inclusief een lauwwater drinkbak. Dus zodra ze uit de robot kunnen, kunnen ze meteen lauw water drinken. Ook onze drinkbakken van de koeien. Die zijn netjes met de ronde buis helemaal afgewerkt. Zodat je zo min mogelijk haakse hoeken hebt waar de koeien zich aan kunnen beschadigen. Dat hebben we eigenlijk in heel de stal doorgetrokken. Dat zelfs de hoeken van de robotruimte en van het kantoor, alles is afgevlakt. Om gewoon zelf een makkelijke looproute te krijgen en een stukje overzicht. En dat je niet de olifantenpaadjes krijgt. In de stal hebben we ook nog gekozen voor complete LED-verlichting. Een stukje duurzaam ook weer. De lampen die zijn zo opgebouwd. Je hebt twee rijen LED's. Je kan ze ook nog zo sturen dat je de linkerkant sterker laat branden als de rechterkant of net andersom. Er zit ook nog een rode nachtverlichting in, want rood kunnen de koeien niet zien. Dus als je 's avonds een keer onverwacht op stal moet zijn, dan kun je de rode lampen aandoen. De koeien die vernemen het niet en je kan toch zelf dingen nog zien. Daar is ook voor gekozen in verband met de glazen zijkanten om toch je licht zo de stal in te kunnen sturen dat je naar buiten toe zo min mogelijk lichtvervuiling krijgt, zoals ze dat tegenwoordig noemen. We hebben ook nog een heel koppel zonnepanelen op het dak liggen, dus we zijn compleet energie zelfvoorzienend. Het is de bedoeling dat we gewoon een gezinsbedrijf blijven. Ik en mijn man het op den duur met z'n tweeën samen gaan doen. Ik zou zeggen, kom maar op met alles!